Een hele goede avond, lieve krijgers, strijders van Nederland. Het vrije volk. Welkom in Dutch Survivors. Mijn naam is Tommy van Dutch Survivors. Welkom bij onze live podcast van vanavond. Ik heb helaas moeten meekijken wat er in Amsterdam gebeurde vandaag. Eerste keer dat Femke Halsema het toelaat. Echt een demonstratie. Echt voor het vrije volk. En wauw, wat was de opkomst. Ik was er helaas niet bij. Ik zal er zeer zeker de volgende keer wel bij zijn. Het was echt een ontzettend mooie optocht. Ik zag ook agenten die zich aansloten, die zoiets hadden van... Ze applaudisseerden. Ik denk dat het ook heeft te maken met dat er een rouwstoet was. Of een begrafenis, dat de mensen toch echt wel hun gevoel op tafel legden. De boksen werden uitgezet, de muziek werd uitgezet. Tot ze onder die viaduct doorgingen. En daarna ging het gewoon weer lekker los op de manier zoals het hoort. De mensen kunnen hun gevoel uiten. Prachtig gezicht. En ik heb het de hele dag proberen te volgen. Meerdere streams. En ook voor de mensen die de streams hebben gewaagd. Jullie zijn kanjes. Kon ik er toch een beetje bij zijn. Alleen morgen is Thierry Baudet, FVD-leider op Malieveld. En ik roep niet op, maar ik ga zelf wel erheen. Ik zou het heel leuk vinden als er natuurlijk heel veel mensen ook daar naartoe komen. Die vandaag zich hebben verzameld in Amsterdam. Want ja, het zijn toch een van de partijen, of eigenlijk de enige partij, die de mensen wakker maakt. Om te zorgen dat je zoveel mogelijk mensen om je heen de informatie krijgt van wat is echt gaande. En stop met dat heers en verdeling. Want dat merk ik de laatste tijd. Hè. Die voor een tikkie. En die is weer opposition. Noem maar op. We strijden allemaal voor hetzelfde doel. En of je nou een tikkie krijgt. Of vraagt. Of dat je nou bezig bent met opposition. Jullie maken wel allemaal mensen wakker. Dus of het links of rechts gaat, maakt niet uit. Zorg ervoor dat je samen staat. Ik ben morgen in Den Haag op het Malieveld. Speciaal om te kijken van, joh, ik vind het een heel apart idee dat FVD-leider Thierry Baudet op het Malieveld gaat staan, terwijl de verkiezingen al zijn geweest. Ik ben benieuwd wat hij te vertellen heeft. En ik hoop jullie ook. Dit was een hele korte podcast en ik wens jullie allemaal een hele fijne avond. Een mooie dag van het weekend. Geniet er nog eventjes van. Proost. En ik hoop jullie morgen allemaal te zien op het Malieveld in Den Haag. Het zou iets moois zijn. Ik ben jullie echt super dankbaar, want jullie zijn allemaal daar geweest. Echte strijders. When we go one, we go all. De grootste familie van Nederland. Dat hebben jullie vandaag laten zien. Bijna 11.000 mensen. Chapeau. Tot morgen. Toedeledokie.